Weet je wat ik wel leuk vind aan Pastoor? Dat ik allerlei dingen lees die, waarvan ik denk dat Jungmo Oen, hè? Wordt dat geloof ik toch niet. Dat Noord-Korea. Ja, maar dat er met hem niet te praten valt. Dat hij zeg maar geen tegenspraak duldt. Hij wil het communicatiebeleid. Hoe de fuck is godverdorie Alex Pastoor? Ja, wat heeft die man bereikt dat hij geen tegenspraak duldt? Promotie. Niks. Nee, maar René, ik ken hem iets beter, want hij heeft bij ons gewerkt. En Hij verkocht advertenties, toch, bij jullie, of niet? Hij was advertentieverkoper, maar ik kan me niet herinneren dat hij ooit een advertentie verkocht heeft. Oh. Maar Alex is een voetbalprofessortje. En die heeft het voetbal uitgevonden, vindt hij. Een half jaar terug, in het vorige seizoen, toen was hij op tv en toen legde hij uit dat hij een topvoetbalklimaat daar aan het creëren was bij Sparta. En dat hij ook contacten had met hoge functionarissen uit het leger om samen te komen hoe je stress moest bestrijden en moest voorkomen en zo. En denk, samen met Maaskant of niet? Of was dat alleen? Nee, alleen. Maar kijk, het is een heel eigenwijs mannetje. En wat jij zegt, nergens op gebaseerd. Nergens op gebaseerd, nee. Nergens op gebaseerd. Want overal waar hij gezeten heeft, hebben ze hem na verlopen tijd een schop gegeven, want ze werden doodmoe van hem. En Sparta is zo dom geweest. Hij wilde ook technisch directeur spelen. Dus hij heeft die dubbelfunctie. Hij zit ook bij bestuursvergaderingen. Het bestuur kan nooit zeggen, zeg, die vervelende trainer, die moet nou eens een keer zijn bek houden, want hij zit erbij. Hè? En hij realiseert zich niet, als je technisch directeur bent, ben je ook verantwoordelijk voor alle aankopen. Dus je kunt niet als trainer zeggen van, ja, maar de technisch directeur heeft geen evenwichtige selectie samengesteld. Dus je bent ook overal verantwoordelijk voor. Dus als Sparta onderaan staat, is er maar één man verantwoordelijk. En hij blijft dus bedweterige teksten braken. En ja, toch vind ik het ook dan creëer je heel veel vijanden, zeker onder die echte Spartanen. En het ergste wat ik van hem las vanochtend in de krant is dat hij een soort informatiekanaal vanuit Sparta. Hij wil het communicatiebeleid zelf coördineren. Precies. En dan wil hij bepalen wat er naar buiten uitkomt. Discussies met journalisten die lastige vragen stellen. Dat bevalt hem niet. Hij gooit een mailtje eruit, zocht dus dit en dit en dit is er bij Sparta aan de hand. En voor de rest je bek houden. Ja, dat is duidelijk het taal.